Oké, ik ben een beetje gespannen. Dit wordt namelijk mijn eerste stukje hardlopen sinds het moment dat ik mijn knieschijf heb gebroken. Ik gebruik deze schoenen ook af en toe om te tennissen, zoals je misschien ziet. Maar ik moet conditie opbouwen, ik blijf het zeggen. Ik blijf het toch zeggen hoor. Voor de Hollandse 100, die is op 18 maart in de link in de omschrijving nog steeds een manier om mij te steunen via mijn actiepagina. Dat geheel terzijde. Ik ben los van die Hollandse 100 benieuwd hoe mijn knie het houdt. Het is natuurlijk heel anders dan fietsen. Dit is elke keer een schok op je knie. Ik weet niet of dit überhaupt mag, maar ik moet aan die conditie werken. Let's go. Goedemorgen, ik ben in Dordrecht. Wacht, een momentje. Goedemorgen, wat ik al zei. Ik ben in Dordrecht, we zijn in Dordrecht, Nick en ik, vanwege de allereerste opnames van het programma Sing It. Het is nu 7:30, omdat we hier om 8:00 moesten zijn, dachten we, weet je wat, het is de eerste keer, het is vroeg, het is Dordrecht, wat redelijk ver weg is van Volendam. We blijven slapen in Dordrecht, vandaar deze hotelkamer. Terwijl ik dit nu film, denk ik, ja, is dit handig? Want ik kan natuurlijk weinig laten zien van wat we gaan draaien. Want op 22 april komt het op tv bij SBS6. Waar dit wel een handig moment voor is, is om jou te vragen, wil je je misschien nog aanmelden? Daar is nog ruimte voor, dus wil jij iemand iets vertellen wat jij moeilijk vindt te zeggen? Zing het dan. Dat is het hele concept. Je kan het zo grappig of gek of breed of lief niet bedenken. Meld je dan aan op www.sbs6.nl/singit. Wij beginnen nu dus aan die eerste ontmoeting met de eerste persoon die zich heeft aangemeld voor dit programma. En wat ik net al zei, ik denk dat we heel weinig kunnen laten zien, Samantha. Heb ik daar gelijk in? Dat denk ik ook. Maar ik denk dat je dan gewoon naar het programma moet kijken. Precies. Wat ik al zei, 22 april... Wauw, de wind waait in mijn mond. 22 april, SBS6. Kijk hè. Ja, nou twijfel ik dus toch. Dan had ik niet over Sing It moeten beginnen als ik dan vervolgens geen beelden laat zien. Kijk, het gaat tegen alles in van mezelf, van de vlogs. Ik deel dingen met jullie als eerste. Jullie zijn geabonneerd op dit kanaal omdat je dan als eerste nieuwe weetjes weet. Dus eigenlijk zou ik nu toch stiekem wat beelden moeten laten zien. Ondanks dat ik waarschijnlijk dan de ruzie krijg met John de Mol. Dat risico neem ik dan maar. Hier zijn wat stiekem beelden. Welkom. Marco. Hoi. Hoi. Ja. Ik heb een verrassing voor jou. En ik ben hier al een tijdje mee bezig. En nu is het eindelijk zover. Ik heb een nummer. Met een hele mooie tekst. Speciaal voor jou. En daarom heb ik zo'n zin... Oh, een vuilnisbak. En daarom heb ik zo'n zin in 22 april, want dan gaat het eindelijk op tv komen. Het is zo mooi om onderdeel te mogen zijn van elke keer zo'n mooie boodschap of verrassing. Maar daar bestaat onze week dus vooral uit. Het is heel veel opnames voor Sing It. En daarnaast staan we uiteraard met onze tour nog steeds in de theaters. We wijken zoveel af en we lopen uiteen. Een wereld van verschillen met één ding gemeen. Je kan niet... Dat we resoneren, maar de blik in je ogen raakt dan tijdens de benen komen weer niet overheen. En Lil Kleine gebruikt dat altijd voor de eerste drie rijen. Goedemorgen vanuit mijn hotelkamer hier in het mooie Venlo.
Oké, wauw. Mijn haar zit fantastisch. Wij zijn hier omdat we vanavond weer een show hebben in Venlo. We stonden gisteren in Den Bosch. Relatief dicht ligt dat bij elkaar, dus dat combineren we dan met een hotelletje. Ik heb net lekker ontbeten en tijdens dat ontbijt kwam ik erachter dat het vandaag Internationale Vrouwendag is. Hoe onwijs leuk is dat? En op deze Internationale Vrouwendag mag ik jullie mededelen wat onze nieuwe single gaat zijn. Die komt morgen uit. Dat is dus het moment waarop ik dit upload. Dus eigenlijk moet ik zeggen, die is nu uit. Het is het nummer De Dag en de Nacht. En in de link in de omschrijving heb je alle mogelijkheden om dat nummer te bemachtigen, te luisteren. Op welke manier dan ook. Kopen, streamen, noem maar op. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, dan stop ik nu meteen die vlog, zodat jullie dat nu ook meteen kunnen doen. Laat me weten wat je van het liedje vindt. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij deze vlog. Thanks, doeg!